Hallo, welkom bij een nieuwe Sims video. Vandaag ga ik terug Sims spelen. In de vorige aflevering ben ik getrouwd. En vandaag gaan we, nog geen idee wat ik ga doen vandaag. Sowieso gaan we eerst slapen. Wil je Sims voor altijd blijven spelen? Ja, misschien moet jij eerst een boek gaan lezen. Maar ja, nee, slaap jij maar eerst. Ondertussen kan ik een boekenkast kopen met het geringe slash geen haalt die ik heb. Waarom ben ik zo arm? Ah, wacht, we hebben ons cadeautjes gegeven. Die vertrouwcadeaus. De zetel is eigenlijk wel nog schoon. Ik ga deze nog eventjes laten staan en ondertussen koop ik een boekenkast. Dat is echt een leuk exemplaar. Zo'n hele boekenkast. Als statement piece in ons interieur. Mijn excuses was alvast voor mijn gekke gezichten soms. Sowieso met de bank zo'n stukje te creëren die afsluit van de anders. Dat is zo toch een kleine afgesloten ruimte in onze living. Of dat ziet er gewoon mega stom uit, dat kan ook natuurlijk. Ach ja, we gaan dat wel fixen later. Ik weet nog niet wat ik ermee moet doen daar. Misschien moet ik hier gewoon een plekje creëren en de computer verschuiven. Dat kan ook natuurlijk. Geen idee, echt geen idee. Sinds kort ben ik ook Stardew Valley beginnen spelen. Moet ik daar eens een video van maken? Of niet? Hoe komt er een korte Sims-seizoenen uit? Ik kan al niet wachten. Niet dat ik geld heb om de Sims-seizoenen te kopen. Maar ik ga het waarschijnlijk wel doen. Ik kom deze week zelf uit. Deze interieur vuil proberen te fixen. Het probleem is, ik kan hier niks tegen de muur staan. Yep. Dit kan. Dat is zo raar in mijn kast. Oh, en hier kan er dan een tv-stel komen of zo. En hier nog een bureau. Ik
check. Dus dat is iets minder stom dan dit hier. Maken we hier een heel geel hoekje van. Zo. Dat ziet er wel leuk uit. Niet? Waarom slaap je niet? Ah, je moet pipi doen. Maar hij is nu pipi aan het doen. Nu kan je pipi doen. Jullie zijn toch niet vies van elkaar, maar je bent getrouwd. Ik vind het zo wel leuk, dit hoekje. Misschien zal de kast nog een klein beetje zijn. Zo echt zo in de middel staat. Of niet? Nee, dat is wel eens goed. Of die kast toeschijn. Deze zetel hier, dan moet er hier eigenlijk in principe geen tv aan moeten af te maken. Ik kijk het toch nooit zo heen. Ik kan er hier een schilderezel staan. Voilà. Is dat geen leuk hoekje? Dat is wel leuk. Of staat die zetel daar nu een beetje voor pietsnot? Niet als we daar een salontafel tussen. Ik ga nog eventjes wachten met die zetel. Ah nee, nee, toch niet, want anders kunnen ze niet zitten. Interieurdeel. Die jongen gewoon hier laten staan. En misschien ze nog een kleintje zetten. Of zoiets. Zo'n voor mij lijkt het zo moeilijk te zijn. We gaan het gewoon even rust laten. We gaan deze man eventjes aan het werk zetten. En een boekje lezen. Mijn pizza kat of polka. Orbitale pling. Fruitless spelen. Geen punt meer behalen. Ja, dat gaan we lezen. I don't know.
trouwens niet opgedaan. Ach ja, lees maar eerst je boek. Dat is zoals zij straks al werk heeft, omdat ik dan waarschijnlijk met haar man ga bezig zijn. Want hij is al bijna klaar, of voilà. Eventjes zijn droom veranderen. Niet. Jawel. Eerst wel. Ik kan hem deze dan nog altijd later afmaken. Creativiteit. Auteur. Oh, voilà. Nu moeten we gaan schrijven. Maar eerst gaan we even een douche pakken zodat je geïnspireerd bent. Was het maar zo makkelijk in het echte leven. Even douchen, volledig geïnspireerd. Voilà, en nu ga je een boek schrijven, een fantasieboek. Zwaard, dames en krijgermannen. Als dat geen goede titel is, dan weet ik het ook niet meer. Ondertussen hebben we nog alle tijd van de wereld om voor haar te zorgen, voor Dewi. Als ze klaar is, maar ronken tenminste. Just keep waiting, just keep waiting. Als ze is wakker. She is pregnant. Dat is bedorven voedsel. Hopelijk wordt ze niet ziek. En gelukkig is iemand eten er zo niet uit als het gezegd wordt. Oh, Hunter heeft een boek geschreven. En nog een boek schrijven, Hunter. Een kinderverhaal. Oké, dan slaap zacht nou, lampje. Mooi titel. Ze voelt zich een beetje misselijk omdat ze bedorven voedsel heeft gegeten. Ach ja. Wat? Nou, nu moet jij eigenlijk ook aan de computer, hè? Ben je hier eigenlijk niks anders te doen? Naar werken of zo. Toch niet. Of ik koop een computer bij. Heb ik geld voor een computer? Ja. Eventjes. Ja, omdat zij ook moet kunnen werken. Hè. Veel kan zij anders niet doen als ze zwanger. En ja, we willen toch wel dat ze blijft werken aan haar presentie. Eventjes een schaakspel nodig, maar ik denk niet dat ik geld heb genoeg ervoor. Om geconcentreerd te raken, want ik weet eigenlijk niet door wat hij nog geconcentreerd raakt. Waar staat dat hier, dat schaakding? En hoeveel heb ik daarvoor nodig? Hier, 450. Ja, eventjes wachten. Nee.
Of is er nog iets verder uitgezet? Door zoeken van Simspedia. Ja. Twintig volgers erbij gekregen. Ik heb er nog een hoop nodig. Maar als ik een livestream doe, komt dat sowieso in orde. Een livestreaming. Oeh, kan dat nog niet? Boek. Yay, ik heb een mijlpaal behaald. Een boek verkopen. Dat we terug geld in het potje hebben. Voilà. Oei, oei. Zij moet pipi doen. Je mag nou weer een boek gaan schrijven. We kunnen familieverlof opnemen. Dat is goed, maar... ze mag nog eventjes werken of zo. She's pretty, pretty. Stevig zwaar. Zou het een tweeling zijn, of een jongen, of een meisje? De laatste 3 maanden. Maar we gaan hier wel vlug in Sims. Ik heb 500 volgers in totaal, maar ik moet er nog heel wat hebben. Maar geen slaap meer. Nu 710. Ik moet er maar nog een klein beetje hebben. Gelukkig is dat bij ons niet eens. Oh. Dat er echt zo iemand zit te kijken hoeveel volgers we nog hebben. Allee, toch niet zo. Serieus. Het maakt wel uit hoeveel volgers hij heeft, maar niet op deze manier. Zo, hij gaat ook slapen, dus ik denk dat dit het einde is van mijn Sims video. Bedankt voor het kijken. Vergeet jullie niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doedels!